erfgoed is van iedereen. Onze collega Angelina laat vanuit haar werk, maar ook vanuit haar passie voor fotografie zien hoe je erfgoed toegankelijk maakt. Angelina maakt haar foto's met een zelfgebouwde gaatjescamera. Dit is een houten kist met een piepklein gaatje. Dit gaatje zorgt voor de belichting. Er komt geen lens aan te pas. In de houten kist zit een negatief. Angelina maakt voor de foto's gebruik van omgevingslicht en een statief dat op de locatie zelf voorhanden is, zoals in dit geval een balustrade. De foto's leggen het heimweegevoel vast naar de voor Angelina zo geliefde steden Bordeaux en Maastricht met hun prachtige architectuur. De versteelde en soms mysterieuze beelden passen bijzonder goed bij dit gevoel. Benieuwd naar meer inspirerende verhalen over erfgoed? Kijk op www.cultureelerfgoed.nl.